Hoorde ik de voormalige informateur nou net de term gebruiken Haagse bubbelkabinet? En wat bedoelde hij daarmee? Nou ja, dat is een korte samenvatting. Kijk, wat ik ermee bedoelde, ik heb het geloof ik in het vorige debat wel gezegd. We zijn gewend, en zo is ook deze Kamer ingedeeld, dat het gaat van links naar rechts. En dat leken begrippen die ongeveer het politieke spectrum weergaven. Zonder hier nou uitgebreid politieke theorie te gaan bedrijven, heb je daarnaast natuurlijk de as progressief, conservatief, bijvoorbeeld cultureel progressief of conservatief. Je hebt nadrukkelijk, ook nu in de actuele politiek, de as van de regio versus, laten we zeggen, de Randstad. Je hebt de as hoog betaald versus laag betaald. En dat is niet helemaal hetzelfde, ook de as hoog opgeleid versus laag opgeleid. En ik heb even dat. En dus mijn aanduiding voor waar nu over is gepraat met deze vier partijen zou niet zozeer zijn centrumrechts, maar eerder ja, volks. En voor wat dat ook betekent. En om daar dan te zeggen waar tegenover staat dat dan. Nee, maar ik beantwoord nu een vraag van het Kamerlid. Heb ik gezegd, nou ja, ten opzichte van, en dat heb ik aangeduid als Haagse bubbel, maar als dat u krenkt, dan mag u daar een andere term voor verzinnen. Afrondend. Ja, afrondend. Het krenkt mij niet zozeer, maar kijk, als dit een typering was van het zittende demissionaire kabinet, dat wil ik even checken, want ik woon zelf op de grens met Duitsland. Minister Adema woont in het noorden en mevrouw Jezielkus die woont toevallig in de Randstad, maar die geeft wel haar hele leven op met beveiliging en alles om minister van Justitie te zijn. Dus als dit een denigrerende opmerking was richting het zittende kabinet, dan zou ik graag van de voormalige informateur horen dat hij dat niet zo bedoeld heeft. Het is niet denigrerend bedoeld. Ik heb geprobeerd weer te geven dat er meer assen zijn dan die ene as van links-rechts die voortdurend ook in spraakgebruik wordt gehanteerd. Ik heb me overigens ook wel, we kunnen ermee leven hoor, dus als dit centrum rechts heet dan moet het maar. Maar deze kanttekening leek mij op zijn plaats en dat, als u het mij vergunt, is ook wel omdat ik lid ben van de Partij van de Arbeid voor zover. Ja, nee, ik ben lid van de Partij van de Arbeid. Ik wou zeggen voor zover die nog bestaat, maar dat laat ik even in het midden. Maar de kansen dat u erelid wordt zijn wel wat kleiner geworden, heb ik het idee. Hè? Ja. De heer Wilders. Kunt u daar wat meer over uitweiden?